De SP2 V3 is een volledig leren handschoen met stretch waar je het nodig hebt en een flinke hoeveelheid protectie. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Alpinestars SP2 V3 beschikbaar bij MKC Moto. De Alpinestars SP2 V3 is een sportieve leren motorhandschoen die ideaal geschikt is voor zomers gebruik vanwege het feit dat er een hoop geperforeerde delen op de handschoen zitten waardoor de buitenlucht gemakkelijk de handschoen door kan trekken. De handschoen is vrij agressief en ook super sportief in het design en is dus ideaal geschikt voor de sportieve motorrijder. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de handschoen, dan zien we dus dat de buitenkant eigenlijk volledig opgebouwd is uit leer. Zo zien we dit aan de bovenkant, aan de onderkant van de handschoen, maar ook de binnenzijde van de handpalm die volledig afgewerkt is met een leren materiaal. En leer heeft de eigenschap dat het van zichzelf zeer slijtvast is, maar heeft ook het bijkomend voordeel dat het na verloop van tijd, als het eenmaal ingedragen is, steeds soepeler en zachter aan gaat zitten. Verder kijkend naar de veiligheid zien we aan de voorkant van de handschoen dat hij dus aan de onderzijde volledig is afgewerkt met leer. Deze leren strook loopt eigenlijk een stuk verder door over de pols, waardoor hij daar ook gewoon een extra stuk slijtvastheid kan bieden. Als we dan naar de knokkelprotectoren gaan kijken, zien we dat dit vrij harde en stevige protectoren zijn. Die zorgen ervoor dat een eerste impact goed opgevangen kan worden, waardoor de impact zoveel mogelijk geneutraliseerd wordt op de knokkels. Ook zien we rondom de knokkelprotector dat op dit gedeelte de handschoen ook volledig gemaakt is van leer, zodat op deze plek de slijtvastheid ook zo hoog mogelijk is. Rondom de vingers zien we ook weer een hoop leer terug en wat extra foam padding rondom de bovenkant van de vingers, zodat je op die manier ook weer een extra stukje impactprotectie hebt. De pink is vastgemaakt aan de ringvinger en deze versteviging zorgt ervoor dat de kwetsbare pink op die manier wat extra steun krijgt van de ringvinger die ernaast zit. Als we terugdraaien naar de binnenkant van de handpalm, zien we ook hier een volledige leren binnenkant met wat extra patches rondom de binnenkant, maar ook rondom de duim, zodat op deze manier op deze plekken de slijtvastheid ook weer een stuk verhoogd wordt. Verder zien we nog een impact protector rondom de muis van de hand zitten en op deze manier zorgt deze protector ervoor dat tijdens een impact de eerste klap mooi geneutraliseerd wordt en de hand dus zoveel mogelijk wordt ontzien. Dus verder zien we dat het leer volledig is doorgestoken aan de zijkant van de handschoen, doorlopend tot op de pink, zodat ook op deze plek de slijtvastheid zo optimaal mogelijk is. Als we dan verder gaan kijken naar het comfort, dan zien we aan de onderkant rondom het leer dat het volledig geperforeerd is. Deze geperforeerde delen vinden we ook weer terug rondom de knokkel en rondom de bovenkant van de vingers, waardoor op die manier de lucht van buiten gemakkelijk de handschoen door kan trekken en de handschoen dus ook prima te dragen is op de wat warmere dagen. Aan de onderkant van de knokkelprotector zien we nog een groot deel met stretchmateriaal zitten. Deze staat los van de knokkelprotector en dit zorgt ervoor dat de handschoen hier een hoop meer flexibiliteit krijgt en dus ook tijdens het rijden niet kan gaan trekken. Aan de bovenkant van de wijs en de middelvinger zien we nog accordeon stretchpanelen en ook deze zorgen er weer voor dat de handschoen op die plek goed meebeweegt, waardoor de vingers dus ook niet tegen gaan werken op het moment dat je gaat rijden. Ook hier zien we weer wat perforatie en aan de bovenkant rondom de vingers zien we die perforatie op dezelfde manier verwerkt. Als we dan doordraaien naar de binnenkant van de handschoen, dan zien we hier dat de wijsvinger en de duim nog afgewerkt zijn met een speciaal materiaal. Dit materiaal zorgt ervoor dat je met de handschoen aan ook nog prima je touchscreen van je telefoon of eventueel je navigatie gewoon kan blijven bedienen. De binnenkant van de duim is nog afgewerkt met een extra stretchmateriaal, zodat op deze manier ook de duim niet beperkt wordt in de beweging. En ook aan de beide zijden van de duim zien we nog wat accordeon stretchpanelen zitten, zodat die op die manier aan beide zijden gewoon flexibel blijft. De handschoen wordt vervolgens aan de pols afgesloten met een klittenband stelbandje. Dit stelbandje zorgt ervoor dat de handschoen al eens strak wordt afgesloten rondom de pols en op die manier niet zomaar kan gaan verschuiven, zodat die altijd veilig op de juiste plek blijft zitten. De onderzijde van de handschoen loopt vrij lang door en wordt ook weer afgesloten met een klittenbandsluiting. Op het moment dat deze klittenbandsluiting open wordt gezet, wordt de ingang van de handschoen vrij groot en kan je dus eventueel je jas ook gemakkelijk in de handschoen dragen. De binnenkant van de handschoen is verder nog afgewerkt met een zachte liner. Deze zachte liner zorgt ervoor dat de handschoen altijd comfortabel aan zit en heeft ook nog eens bijkomend voordeel dat met warmer weer de binnenkant van de handschoen niet kan gaan plakken. Verder is dit materiaal antibacterieel, waardoor je dus ook met wat warmer weer de nare geurtjes niet in de handschoen blijven zitten, maar op die manier de handschoen altijd gewoon normaal en fris blijft ruiken.
Wil je graag weten wat jouw ideale maat is? Klik dan even op de video in beeld. En uiteraard ben je ook welkom in een van onze winkels om de spullen te komen passen of op onze webshop om ze hier te bekijken. Vond je deze video nou leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ook kan je eventueel abonneren op ons YouTube kanaal. Door middel van het belicoontje krijg je altijd een update op het moment dat wij een nieuwe video posten. Ook kan je ons eventueel in de gaten houden op Instagram of Facebook om alle trends bij te houden. Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.